Jan. Hallo. Daar zijn we weer. Ja, heel goed. Ja, ik ben net aangekomen in het centrum van Moskou, vlakbij het Rode Plein. Ja. Het is uiteraard druk, maar ook alles is afgezet. Oké. Okay. Vanwege de drukte en de veiligheid voor wat er straks komen gaat natuurlijk. De toespraak Poetin. Ja, jij komt ook. Om 3 uur houdt hij een toespraak. Onze tijd is dan voor de Nederlandse kijkers 2 uur. Ja, voor de Nederlandse kijkers is dat 2 uur. Bij ons 3 uur. De inauguratie van de 4 regio's. Ja. Helemaal goed. Ja, nou ja, helaas, ik wil er ook wel zijn daar, maar ik ben helemaal nog eventjes op van de laatste dagen wat ik allemaal beleefde. Dus ja, dat ging even niet. Ik ben net thuis eigenlijk hier in Moskou. Ja, heel begrijpelijk. Hele drukke week voor jullie geweest, al daar, tijdens het referendum. Ik ben benieuwd naar jullie reportage, ik had al een stukje gezien. En ik kwam hier even kijken om te zien hoe de situatie is. Mm-hmm. Er is natuurlijk wel heel veel beveiliging op de been. Ja. Dat is ook een soort gebeurtenissen. En dit is toch wel heel bijzonder, historisch. Het is een heel historisch iets, dat heb ik de afgelopen dagen wel beleefd. Ik was in Luhansk als een internationaal observer, zeg maar. En daar heb ik gezien hoe het stemmen gaat en dat ging eigenlijk heel goed. Ja, ik heb het wel van je gezien, de video's, dat ik daar was in Luhansk, hè, met het waarnemen van het stemmen. Ja. Ik ben in Luhansk stad geweest, naar 10 stembureaus. En daar hebben we gekeken of het allemaal democratisch ging, of er geen fouten waren met stembiljetten, dubbele stembiljetten. Nou, dat was het niet. Er waren ook geen soldaten trouwens. Ja, er waren een paar soldaten, maar die waren voor ons, omdat wij natuurlijk bedreigd worden. Al de internationale observers die staan allemaal op diverse lijsten, dus die waren eigenlijk voor ons en niet voor de mensen. Niemand werd gedwongen hoor, om te stemmen. Het is gewoon belachelijk wat ze allemaal zeggen in het Westen. Dat is de propaganda daar. Nou, inderdaad. Even kort vraagje tussendoor. Is het niet luidruchtig met de auto's? Nee, ik kan het heel goed horen daar van jou. Je bent heel duidelijk. Oké, heel goed. Ja, het is een beetje lawaai. Maar goed. Ik ben blij dat alles voor jullie natuurlijk goed en veilig is verlopen. De reis en de waarneming al daar. Mm-hmm. Want, ondanks alle beschietingen is het natuurlijk levensgevaarlijk in die regio's nog. Ja, helaas. Dat klopt extra nu, omdat ze natuurlijk nu... ze kunnen nog even schieten voordat ze vanmiddag officieel... al de regio's bij de Rusland horen. En als ze dan gaan schieten, dan schieten ze natuurlijk op Russisch grondgebied. Hè? Dus dat realiseren ze natuurlijk ook wel. En de druk wordt aardig opgevoerd nu door het Westen. Nou, inderdaad. Dus dat gaat straks een heleboel veranderen. Mm-hmm. Militair, strategisch gezien. Waarschijnlijk wordt de speciale militaire operatie omgezet naar antiterroristische operatie. Wat andere plan van aanpak heeft. Ja. En daar zijn we allemaal erg benieuwd naar natuurlijk. Hier ook. Ja. Die sta ik tegenover de Duma. Oké, okay, ja, zie je het. Ja, ik kan het zien. Ja. De bus komt langs. Ja, dat is het zien van de straat even tussendoor. Ja. Ook volk op de bank natuurlijk. Ja, ik heb gehoord dat er vanavond een concert is op het Rode Plein. Dat zou best kunnen, ja. Ik loop net even hier om het Four Seasons Hotel heen. Ja. En ik kom uit bij de manege, zeg maar. Ja. Manegeplein. Ja, dat kan ik zo even laten zien daar. Ja, nee, helemaal goed. Maar ik denk dat alle mensen, zeg maar, in ieder geval in de gebieden die nu bij Rusland gaan horen, die waren allemaal wat ik gesproken heb, de mensen, die zijn allemaal heel opgelucht en blij. Er zullen er best wel wat zijn die niet blij zijn, maar die zullen daar niet meer zijn. Een hoop mensen zijn daar gewoon weggetrokken. Die zijn natuurlijk als vluchteling geprobeerd om naar het Westen te komen. Maar ja, de meeste mensen zijn gewoon heel blij. Eindelijk, na 8 jaar bloedvergieten, is het eindelijk vrij voor hun idee. En dat is ook zo. Ja,
Ja, dat zeker. Dat kan je. Lading bij de mensen. Tot het eindelijk zover is. Voor de aansluiting bij de Russische Federatie. Het heeft ook zo lang geduurd. Ja. En het is de hoogste tijd tot het gaat gebeuren. Ja, en de mensen zeggen allemaal dat het geen geldig referendum is natuurlijk. Maar herinner je nog, in Nederland hadden we ook een referendum in 2016. Heeft de regering ongeldig verklaard. Kan je het nog herinneren? Heeft Rutte er zo'n velletje ingestoken? Hadden we, zeg maar, moesten we afstemmen of dat de Oekraïne bij de Europese Unie zou komen. Nou, de mensen hadden nee gestemd. Maar deed Rutte of de regering gewoon een velletje erin en daarna hebben we nooit geen referendum meer gehad. Nou, dat is lekker democratisch. Als we het dan over democratie en vrijheid hebben, toch? Ja, klopt inderdaad. Ze hebben toen ook, de VVD en D66 hebben toen ook het referendum afgeschaft. Hè? Dus mensen hebben dus geen recht meer om zelf autonoom te zijn, zelfbeslissend te zijn van wat men wil. Nee, totaal niet. Dus, ja, het afgeschaft. Ja, dat is van belang. Dat helemaal niet. Even kijken waar. Je beeld staat een klein beetje stil, maar dat komt wel goed. Nou ben je er weer. Je loopt natuurlijk ondergronds ergens, of niet? Ja, klopt. Ik ga weer naar boven. Ja, dan heb je een beetje beeld, denk ik. Ja, die komt zo wel terug. Jawel, je komt wel. Je bent er wel weer. Maar dat is lekker democratisch natuurlijk allemaal. En ook lekker democratisch. En heel goed dat ik en al de waarnemers uit de Europese Unie dadelijk op de echte sanctielijst gaan staan. Hè? Dat willen ze. Nou, Jan is nog eventjes zeg maar niet meer in beeld. Dus ik praat gewoon even verder voor jullie. Nou, ik en allerlei andere... Van Brussel? Ja, de Europese sanctielijst die wordt nu uitgebreid. Dat heb ik gehoord gisteren. Jozef Borrell die heeft dat ook al aangekondigd. Al de mensen die naar het zogenaamde fake referendum gingen, als waarnemer uit de Europese Unie worden echt gesanctioneerd. Dus ja, dan gaan ze je bankrekening dicht doen. Je kan geen huisbezit meer hebben. En niet zo weg. Is het aan mij? Nu ben je er weer. Ja. Ja, ik was even naar de andere kant van de straat gelopen, dus ik moest even onderdoor. Okay, ik laat het wel even zien. Het is het historisch museum van Moskou en daarachter is het Kremlin zit daar en natuurlijk het Rode Plein is daarachter. Mm-hmm. Zie je het, ja. Daar in de verte kan men zien dat alles is afgezet. Ja. En ik weet niet hoe laat het open gaat. Nee, ja. Poetin gaat vanmiddag naar de Duma. Dus ik denk dat het nog wel even afgezet blijft. Misschien tot vanavond, dat alles getekend is. En dat er dan een, wat ik gelezen heb, een concert is vanavond. Oké, ja. Denk ik. Het zal best wel zijn. Hij moet natuurlijk eerst naar de Duma. En zeg maar de vier leiders van de bevrijde gebieden, die zijn natuurlijk ook daar. Van, die nu bij Rusland gaan horen. Van de LPR, DPR, Gerson en Zaporizhzhia. Die gaan ook ondertekenen. Dus ja, er zit natuurlijk een hoogwaardigheidsbekleders daar, zeg maar. En als daar iets gebeurt, dus ja, dan is het allemaal afgezet. Nou, zeer zeker. Ja, alle betrokkenen, zeg maar, van de bestuursleden en de hoofdbestuursleden van de regio zijn hier allemaal aanwezig. Ja. De delegatie wat erbij hoort. Ja, dus het is een historisch gebeuren, dus het wordt heel groot aangepakt. Ja, zeker. Dat is geweldig. Dat merkte ik daar ook in de gebieden. De mensen waren helemaal, vooral heel veel oudere mensen, die waren zo blij. Ja, vaak hebben ze hun zoon verloren, hun dochter. Sommigen woonden alleen. Maar het mooie was dat ook mensen zeg maar, thuis konden stemmen. Ze kwamen met mobiele stembureaus ook naar de mensen toe. Wat natuurlijk weer als fake afgedaan wordt in Europa. Maar ja, oké, dat kan me niet boeien eigenlijk, wat Europa vindt nu. Want Europa is zelf een ondemocratische staat geworden waar niks meer mag. Ja. Dus ja, wat zullen we ons druk maken over Europa? Ze willen oorlog, ze willen geen gas. Dus moeten we ermee? Nee. Ik heb ook wel gezien van de reacties van de mensen in Lugansk, Donetsk en andere regio's dat van wat het Westen zegt, dat het zeg maar schijnreferenda is en zo, daar hebben de mensen gewoon lak aan. Die zijn het al helemaal gehad met het Westen. Jammer, maar helaas, maar jullie verachten ons. Jullie achten ons niet levenswaardig. Jullie besodemieteren ons. Ja. En jullie maken ons eigenlijk voor leugenaars en alles. Ja. Nou, die mensen zijn
gewoon spuugzat met het Westen. Nou, groot gelijk hebben ze. Ja. Ze hebben gewoon maling aan wat het Westen zegt. Ja. Wij kiezen onze eigen weg en dat hebben we 8 jaar geleden al besloten. Ja. En nou is het de hoogste tijd om aansluiting te krijgen bij de Russische Federatie en het gaat nu gebeuren. Ja. En de mensen zijn daar gewoon super blij mee. Eindelijk is het zover, eindelijk. Eindelijk, ja. De mensen zijn er echt wel heel blij mee. En ja, wat ik zeg, Europa sluit zichzelf helemaal af. Ze willen geen gas. Alles wat hier gebeurt, het is oorlog en weet ik. Maar ja goed, ik was op het referendum, hè. Nou, er waren 170 landen hoor. Er waren ook wel enige Europeanen uit Frankrijk en uit Italië. Duitser die is gelijk teruggegaan, want die was zijn baan al verloren. Dat is wel heel bizar. Ik stond ook al in de krant met allemaal rare berichten dat ik bleef. En dat, nou ja, dat het allemaal fake is wat we doen hier. En dus ja, Europa, ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Ze hebben gewoon helemaal niemand hier. Hè? Geen mensen hier in Moskou of niet in de Donbass. Het is allemaal verhalen wat ze delen van één media naar de andere media, zonder bewijs. En dit is gewoon allemaal fake. En ik hoop de mensen in Nederland, in ieder geval dat die dat ook weten, want we hebben echt ons best gedaan al die dagen. We hebben heel veel dingen gezien. We hebben landen uit Zuid-Afrika, Brazilië, Venezuela, Syrië, Irak, Egypte. Ja, eigenlijk de hele wereld, behalve Europa, was aanwezig. En Europa leeft nog steeds in de waan dat zij de wereld beheersen en met al hun dingen, maar dat is gewoon klinklare onzin. Europa, de Europeanen moeten wakker worden. Het is een wereld, een multipolaire wereld, zoals ze dat hier noemen. En dat is gewoon aan het gebeuren. En de mensen zijn gewoon, die worden dom gehouden in Europa door die achterlijke media. Sorry, maar soms word ik er boos om wat ze allemaal schrijven. Het is niet normaal. Wij hebben hier een goed leven hier in Moskou. Het is heel modern hier. En de mensen hebben nu zoiets van, ja, we hebben er nu lak aan wat Europa denkt. Zo denk ik hoor, wat ik meegemaakt heb al die dagen. Ja, dat kan ik met je delen, Sonja. Kijk, zoals je zegt, de West-Europese landen die hebben één narratief. Dat komt uit één brievenbus vandaan. Ofwel hun e-mailbox van wat ze moeten laten zien. En moeten reageren. Want het is één en hetzelfde verhaal van elke televisiezender in de westerse wereld. Ja, en het is allemaal... En zoals al eerder gezegd. Ja, ik weet het Jan. Het is allemaal... Nou, dus ze draaien het om. Zoals vanmorgen was er een beschieting op vluchtende burgers uit Zaporozhye vandaan die naar Russisch grondgebied wilden. Ja. Naar de Donbass wilden vluchten. Ja. En er staat een rij auto's met gezinnen. Mm-hmm. En die worden gewoon uit het wild beschoten door Oekraïense strijdkrachten. Nou, heel veel doden te betreuren. Ja. Gewonden, waaronder kinderen. Gelijk komt het AD. Ja. De andere... De media met toch de Russische soldaten dat zouden hebben gedaan. Nou, alsjeblieft. Ja, dus met zulke soort dingen wordt het... Ik word daar zo boos om, want hoe kunnen ze dat nou schrijven? Ze hebben geen bewijs. Ze zijn niet hier. Ze zijn niet in de Donbass. Ze kunnen niet gaan vragen aan de mensen van, joh, wat is er nou gebeurd? Nee, wat ze doen, ze nemen het over van een of andere idiote Oekraïense, nou ja, ik zal het maar een fascistische regering noemen daar. En die gaat dan zeggen van, ja, oké, het waren de Russen, dat zeggen ze elke keer. Maar ze kunnen niet oordelen, je kan dat niet zo schrijven. Je moet er plekken zijn om het te zien. En dan kan je pas oordelen, en dat doen ze niet. En dan worden wij afgeschilderd als Kremlin-poedels of zoiets, ja, kom op zeg. Dus echt, heel erg. Nou, kijk, wij zijn niet ingehuurd door het Kremlin, door niemand niet. Nee. En... ik zei het gisteren ook al in mijn podcast van de westerse media. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Hè? Ja. Als het niet expres, alleen maar om stemmingsmakerij. Zie je wel die Russen, ja, die flikken alles en slecht. Ja. Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dus, en daarom doen wij dit om de andere kant te laten zien. Ja. Maar zeker met die verschrikkingen. Ja. Die beschietingen, dat gaat nog dagelijks door. Ja. De steden, waardoor niet alleen veel schade, maar onnoemelijk veel slachtoffers vallen helaas. Ja. En ik hoop echt dat het voor de komende tijd, vanaf vanmiddag, een hoop gaat veranderen. Ik hoop het ook. Dat Rusland echt een tank bijzet, dat het veilig mag worden daar. Ja. En dat het maar gauw mag stoppen. Mm-hmm. En dat dus, ja, ik hoor je nog wel. Zeg je? Hoor je nog wel, je was heel even weg. Maar nou ben je er weer, ja. Okay. Ja, hoe heet het, ik wou even zeggen. Ik ga het even daar naartoe, naar het plein toe, proberen.
We kunnen straks of vanmiddag nog wel weer even bellen. Is goed. Maar dan laat ik wel even kijken hoe het staat. Dus ik maak wel even een foto in een video. Ja. Dat wel. Maar in ieder geval, ik ben blij jullie weer even gezien te hebben en gehoord te hebben. Ja. Dat alles goed gaat. En ja, dat is goed. Maar anders tot vanmiddag weer even. Oké, Jan. Veel plezier daar nog. Doei. Oké, komt goed. Dankjewel. Doeg.